Hey, what's up internet? Op dit kanaal heb ik het al enkele malen gehad over eerst de Belgische en Nederlandse wereldkampioenen motocross. Als je deze video's nog niet gezien hebt, geen paniek, ik links hieronder in de beschrijving. Maar vandaag gaan we op zoek naar de allereerste wereldkampioen motocross ooit. Benieuwd naar het verhaal? Wel, let's find out. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de populariteit van de motocross gestaag, waardoor ook het internationale circuit stilaan vorm kreeg. In 1957, zo na 5 seizoenen, waar er al een Europees kampioenschap werd georganiseerd, ook het eerste officiële WK motocross van start gaan, bestaande uit maar liefst 9 wedstrijden. In die tijd zouden slechts de beste 5 resultaten van iedere piloot meetellen voor het kampioenschap en werden er punten uitgedeeld aan slechts de eerste 6 piloten. Aanvankelijk was het WK voornamelijk een onderrondje tussen Britten, Zweden en Belgen. Zo kleurde het eerste WK-podium in Zwitserland nog volledig Belgisch met onze landgenoten Nick Jansen, August Mingels en René Bate. Terwijl de tweede wedstrijd in Frankrijk nog gewonnen werd door de Brit Leslie Archer, was het in Zweden wel de thuisheld Bill Nilsson die met overwinning aan de haal ging en in één ruk door ook meteen de grote prijs van Italië op zijn naam schreef. Het seizoen was daarmee half weg en meteen werd duidelijk dat het om de wereldtitel zou gaan tussen de Zweed Bill Nilsson en de Belg René Bate. Al was met nog 5 wedstrijden op het programma natuurlijk nog alles mogelijk. Na een pauze van een maand keerde het WK terug in het Britse Hawkstone Park, waar Nilsson met een 5e plaats zijn overwinningsreeks zag eindigen. Al was het in het Nederlands er lichte voor de andermaal raak voor de Zweed als hij daar met zijn 3e zege van het seizoen aan de haal ging en daarmee ook meteen zijn hand uitstak naar de wereldtitel. Met zijn 3 overwinningen, een 2e plaats en een 5e plaats stond de Zweed er natuurlijk goed voor ten opzichte van Bate, die slechts 2 tweede plaatsen, een 3e plaats en een 4e plaats hier tegenover kon zetten, al moest ook zijn hoogtepunt nog komen. Op 4 augustus stond de grote prijs van België op het nu iconische circuit van Namen op het programma. En alhoewel we hier geen Belgische overwinning zagen, wist René Bate achter overwinnaar Stan Lunden wel een 2e plaats te veroveren. Helaas voor Bate zorgde dit er ook voor dat de 3e plaats van Nilsson voldoende was om zich in de geschiedenisboeken te rijden en zo zich te kronen tot de eerste wereldkampioen motocross ooit. In de daaropvolgende jaren zou Nilsson in 1958 en 1959 nog als 2e eindigen in het WK, dit naar respectievelijk René Bate en Stan Lunden. In 1960 was het een laatste maal raak voor Nilsson die daarmee zijn 2e wereldtitel ooit zou veroveren en de allereerste ooit voor Husqvarna. Tot slot zou hij ook nog met het Zweedse team tot 3-maal toe de motocross der naties op zijn naam weten te schrijven. En dat is het verhaal achter de eerste wereldkampioen motocross ooit. Als je het leuk vond, laat zeker ook een like achter. Laat me in de comments zeker ook weten welke verhalen jij nog graag zou willen horen. Subscribe op mijn kanaal en dan zien wij elkaar een volgende keer weer. Bye!